vanuit de Pollen, een klein plaatsje in de buurt van Geesteren, gaan we een wandeling maken door de Engbertsdijk Venen. We lopen de Leidijkroute. Er staan hier veel eiken, dus ook de eikenprocessierups is aanwezig. Hoog in het topje van een boom zingt de fiets zijn mooiste lied. Een gekraagde roodstaart heeft voedsel verzameld voor zijn jongen. Een citroenvlinder warmt zich op. Met zijn platte vleugel probeert hij zoveel mogelijk zonlicht te vangen. We verlaten het bos en komen aan bij het veengebied. Hier liggen diverse vennen, waar we langs aflopen. In dit gebied groeit natuurlijk ook veenpluis. Veenpluis heeft meerdere pluizen aan één stengel. Daarnaast groeit het wollengras en wollengras heeft per stengel één pluis. Op vele plekken horen we de groene kikker. Een paar watersnuffels. De venwitsnuitlibel behoort tot de familie van korenbouten. Hij is vrij zeldzaam en staat dan ook op de rode lijst als kwetsbaar. Een blauwe reiger kijkt uit over het water. Slangenwortel is een giftige waterplant die aan en in het water groeit. Ze komt voor aan moerassige oevers en sloten. De zonnedauw is een vleesetende plant. Hij lokt, vangt en verteert insecten door een glinsterende, kleverige substantie aan diens tentakels. Roodborsttapuiten vind je op heides, in de duinen, in ruige open moerasgebieden en in half open boerenland. Het zijn vogels van open tot half open gebied. Meestal zit hij in struweelopslag. Het Geesterse stroomkanaal. De bruine korenbout zit lekker in het zonnetje. Dit is een vrouwtje. Een mannetje, citroenvlinder, vliegt rond het vrouwtje. Maar het vrouwtje geeft aan dat ze al gepaard heeft.